Gesprek met de koning en de koningin? Heel erg goed. Ze waren heel erg betrokken. Ze luisterden heel erg goed. Ze hadden veel vragen. En ik vind ze ook heel erg betrokken mensen. En ook heel knap. Maxima is echt heel knap. En hebben ze ook wel echt geluisterd? Ze hebben echt geluisterd. Ze hebben echt geluisterd, waardoor ze door het luisteren ook vragen hebben gesteld. Dus je zag ze goed luisteren. En goede vragen hebben ze gesteld. Dus het was echt heel erg leuk om ze te ontmoeten. Het gesprek was hartstikke goed. Het verliep ook hartstikke goed. Ja, het was heel spontaan. Dus ja, hij vroeg zelf ook wel heel veel van hoe het hier in de wijk was. En hoe het was om te wonen hier in de wijk. Dus, maar zij vroeg ook wel heel veel. Ja, alle twee wel eigenlijk. Ja.
één ding heb ik gemist trouwens. De vlag ging mooi uit, maar ik miste de green flag. Die hadden ze eraf gehaald. Daar had ik gisteren al wat over verteld waarom die eraf moest. Want daar zijn we best trots op. Om het parken met de green flag. Ja, hij moest er toch even af. Je hebt maar één paal. Je hebt maar één vlag, inderdaad. Kunstenaar Peter Leeuwen voegde een nieuw deel toe aan zijn serie fotoboeken over Almelo. En zaterdagmiddag kon men het laten signeren. In totaal heb ik nu een stuk of 5 boeken over Almelo gemaakt. En dit is het laatste boek. En dat gaat over de jaren 80. Zowel over de tweede fase waar Almelo toen in zat. Dat was de bouw van de havenpassage. Wat toen eigenlijk al mislukt was, want tijdens de opening waren er al 5 units leeg. Vestland, wat eigenlijk ook min of meer een klein beetje mislukt was. Het idee was goed en waarschijnlijk gaan ze het nu opnieuw proberen. En de McDonald's, toen nog niet McDonald's, maar toen nu gelukkig weer nu afgebroken. Er zijn 2 boeken die gaan over de jaren 50-60. Er zijn dan de eerste kleurenfoto's. Er is een boek over 1900. En er is een boek, het Millennium boek, dat gaat dan over Almelo voor 2000. Ik kom mijn boeken eigenlijk laten signeren. En onder andere ook de nieuwste van Peter. Want, heb je een hele collectie? Ik heb ze inderdaad nu alle 3. En ik ben echt gek met de oude foto's van Almelo van vroeger. En ook de wat nieuwere. En ik fotografeer zelf ook graag. Dus ja. Vandaar, nou heb ik het compleet. Zeg, hoe lang ben je nou zo gemiddeld bezig met deze boeken? Nou, je moet er gauw een jaar rekenen gewoon. Het verzamelen van het beeldmateriaal, de research omtrent het plaatje zelf. Want je moet niet vergeten, het moet wel kloppen. En wat ik even moet zeggen, gewoon, ik heb ook samenwerking met andere mensen. Hier in dit boek heeft samengewerkt met Albert Holterman en Albert Vondeling. Ze hebben er keurig voor gezorgd dat het precies sluitend was op 2 regels tekst. Ja. Dat is voor Bertus Brughuis. Ja. Mooi zo. Klaar? Is goed. Graag gedaan. Oké, doe. Dan gaan we weer. Hoeveel mensen doen jullie dat? We zijn op dit moment zijn we met stuk over 8 man. Oké. En de dag na de wedstrijd meestal komen jullie dan? Voor de en na de wedstrijd komen we dan stand van het deelkampstand van de hoofdstand van de video. En beginnen we gewoon overal met de voet en het voort van de stand van de video. Dat is heel belangrijk. Dit is de eerste keer in mijn leven. En tot mijn dood zal ik nooit vergeten dit. Was je zenuwachtig voor de tijd? Ja, een beetje wel. Maar op het moment toen we samen in het gesprek waren, vond ik echt warmbloedig. En dan was het niet zo zenuwachtig. Deze kant op.
Nou, we blikken nu al terug op een geweldig bezoek waarin de boodschap die we wilden achterlaten over de sociaal-economische structuur van Almelo. Datgene waar we trots op zijn, namelijk dat we zelfbewust mensen laten werken aan hun eigen toekomst. Dat hebben we heel mooi voor het voetlicht kunnen brengen. Zowel in het Nieuwstartkwartier, maar ook in het gesprek hier met ondernemers bij Heracles. Ze waren vanmorgen prima op tijd. Het tijdschema werd prima aangehouden. Wat is u het meest opgevallen? Nou, het meest opgevallen vind ik zelf, ik zei het vanmorgen ook tegen iemand anders die mij daarna vroeg, het gesprek met de bewoners van het Nieuwstartkwartier. Dat was een heel persoonlijk, heel intens ook. Hè. Mensen die uit hun eigen ervaring vertellen waarom ze het moeilijk hebben en wat ze er samen met anderen en soms alleen aan doen om op te krabbelen. Dat maakt wel heel veel indruk. Dat vind ik heel erg mooi. En als je dat dan aansluit bij de verhalen die ondernemers hier vertellen. En vertegenwoordigers van ondernemingen. Of wat die bedrijven, Almeloze bedrijven, doen. Om ook die mensen als het ware weer op te nemen. Dat is, daar word je heel blij van. Ja, klinkt wat kinderlijk, maar daar word je heel erg blij van. Tijdens de open atelierroute Almelo kunt u een kijkje nemen in de keuken van een kunstenaar. Wij laten nu alvast kennis maken met twee deelnemende fotografen. Komt u binnen? Ik ben Hubert van Maastricht, fotograaf, vormgever. Ik hou me bezig met fotografie. Ik maak heel veel fotosequenties, oftewel filmisch opeenvolgende beelden. En hou me bezig met conceptuele fotografie. Ik mag heel graag manipuleren, dus ik maak ook daadwerkelijk eigen beelden. Ik ben niet iemand die de straat op gaat, de camera meeneemt en situaties aantreft en denkt van daar maak ik een mooie foto van. Dat gebeurt zelden. Meestal fotografeer ik overal fragmenten en met die fragmenten bouw ik weer compleet nieuwe beelden. Mijn beelden, wat een schilder eigenlijk ook doet, zou je kunnen zeggen. Voor de atelierroute heb ik een mooi rekje staan met kaarten, met mooie fotokaarten voor de mensen die daar belangstelling voor hebben. Dus is het weekend van 5 en 6 november. Die twee dagen heb ik mijn garage omgebouwd tot een mooie expositieruimte en de mensen die het leuk vinden om te kijken waar de foto's bedacht worden en tot stand komen, die kunnen mee naar boven, want daar heb ik een studiootje en een werkruimte. De tweede fotograaf vinden we op de Herengracht. Ik ben Elsa Snijder, ik ben beeldend kunstenaar, ik werk met fotografie, met schilderen en teksten. Wat ik leuk vind is om te kijken naar gevonden schoonheid in het leven van alle dag. Tekst en beeld verwerk ik ook vaak in boekjes en ik wil eigenlijk de mensen laten verbazen over het gewone wat er is en het verwonderlijke. Ik kies dan ook foto's die tegenstellingen van elkaar zijn soms. Mijn schilderijen zijn te zien in Borne in het gezondheidscentrum De Vleminghof tot eind april. Dit is het nieuwe thema als je deze foto ziet. Dat gaat ook over gevonden voorwerpen, maar allerlei spulletjes en dingetjes die je zo kunt oprapen, wegleggen, in je hand kunt houden en denken zal ik er nog iets mee doen of niet. Nou, dat verdwijnt in een kast of in een doosje. En op een gegeven moment speel ik ermee. En dan krijg je heel onvoorspelbare stillevendjes. En dat is dan ook alledaagse schoonheid. 5 en 6 november aanstaande is hier de atelierroute in Almelo. Roos en Lente, wat komen jullie hier doen? De speurtocht doen. Wat voor speurtocht is dat? Het is een speurtocht in het museum, hè? Zeg maar, het is een speurtocht in het museum. Het is een speurtocht in het museum. Is die moeilijk, Lente? Een beetje. Ja. Wat is leuk? Dat je echt dingen kan zoeken. Ja. Oké. Okay. Bij deze kaart is ook een korte geschiedenis van Almelo te lezen. Wat is volgens dit verslag de volledige achternaam van de graaf van Almelo?
Hoeveel keer heeft Almelo last gehad van de overstroming in de laatste 200 jaar? Nou, hoeveel keer, denken jullie? Volgens mij was het 7 keer. 7 keer? Je arme mensen. Ja. Jullie waren natuurlijk in het museum om het museum te bekijken, maar jullie waren ook op zoek naar iets anders, hè? Kan je vertellen wat? De ticket. En wat is de ticket dan? Is een monstertje en die moest je opzoeken. Ja. Hebben jullie hem ook gevonden? Ja. Nou, waar is die dan? Aha. Ja. We zijn hier in een kamertje waar allemaal foto's hangen over Heracles. Heracles is een hele beroemde voetbalclub. In Almelo. Heb je de gruffeloze oren? Nee. Hoor.
Word je ook zo moe van traag internet? Met internet via glasvezel stream je zonder problemen je favoriete films en series in de hoogste kwaliteit. Zo hoef je nooit meer te wachten. Stap nu met gigaveel voordeel over naar een alles-in-één glaspakket van Kaiway. Goedenavond, het is vrijdag 28 oktober. Welkom bij Twente Breed. Ben je inwoner van Bonne en wil je ook wel eens laten zien wie je bent en waar je voor staat? Grijp dan nu je kans. In de parkeergarage onder het cultuurhuis is kunstenaar Kees Ketting bezig om alle muren te voorzien van tientallen, zo niet honderden of duizenden blanco gezichten. Mijn naam is Kees Ketting en ik ben gevraagd door Marijke Adams om dit project neer te zetten. Ja, het moet voorstellen de gemeenschap Borne. Van burgemeester, nogmaals van burgemeester tot kind, van kind tot mensen met een handicap. Ik heb het dijkhuis gevraagd, ik heb Avelijn gevraagd, de basisschool heb ik gevraagd. Maar iedereen kan zich dus aanmelden. Normaal gesproken doe ik aan participatie in Twente. En dit is een heel mooi voorbeeld van hoe je mensen met elkaar verbindt. Ik nodig iedereen uit in de gemeente, wonen, van burgemeester tot basisschool, van basisschool tot Avelijn, om wanneer ik er klaar voor ben, om langs te komen en om een poppetje, een gezichtje in te kleuren. Men kan zich aanmelden om bij mij aan te spreken hier in het parkeergarage, maar ook via mijn mailadres, dat is keeswerkt@live.nl of telefoonnummer 06-53-54-1053. Af is een lastig gegeven. Ik begin altijd bij het begin en dat is het, ik heb het wit geschilderd. Ik ga nu de hoofdjes erop zetten. En afhankelijk van hoe het gaat, hoe het zich ontwikkelt, zal het op een gegeven moment af zijn. Maar dat is dus, daar kan ik geen datum aan vastkoppelen. Maar liefst 14 vrachtwagens waren nodig om de grootste carouseldraaibank van Nederland te vervoeren van Rotterdam naar Almelo. De machine wordt opgebouwd in een speciaal gebouwde hal. Dat zijn de onderdelen voor onze nieuwe Hankook carouseldraaibank die vanuit Korea deze kant op is gekomen. En wij gaan deze machine gebruiken hier op locatie voor het produceren van onderdelen voor vliegwielen, voor energieopslag. Er waren wat problemen met het transport. Dat klopt, ja. De onderdelen zaten op een boot van Hanyin.
En wellicht heeft u het nieuws gehoord, maar die Hanjin rederij was failliet. Dus de schepen bleven wat rondommeren onder het bewind van een curator. Dat heeft ermee te maken dat daar nou de onderdelen hier ongeveer een week of 6 tot 8 vertraagd zijn. Nou, hoeveel vrachtwagens zijn in totaal deze kant op gekomen? De totale lading bij ons 14 vrachtwagens. En het totale gewicht? Oh, het totale gewicht heb ik niet zo in mijn hoofd, maar dat zit in de buurt van de 280 ton. En wat is het zwaarste, de zwaarste kist, zeg maar? Het zwaarste stuk is net gelost en die weegt 42 ton. Maar dan moet er nog opgebouwd worden en krijgt u daar hulp bij van de fabrikant? Ja, de fabrikant die komt deze kant op om deze machine hier te installeren. En dat zal een ongeveer 2 maanden installeren zijn en daar nog een aantal weken testen en proefdraaien. En hier gaat u de vliegwielen maken voor hoe heet zo'n apparaat? Voor Kinext heet het apparaat. Dat is een opslagsysteem voor energie. Je moet zien, er komt elektriciteit, wordt uit het net gevangen. Die gaat via de motor in een kinetisch wiel. In toerental wordt dat dus omgezet in kinetische energie. En vervolgens door die motor als dynamo weer te gebruiken, wordt het wiel weer afgetoerd en wordt er weer energie teruggeleverd aan het net. Het systeem is dus uitermate geschikt voor peak shaving activiteiten. Dat wil zeggen de pieken en de dalen van de grillen op het net afhalen. Het lijkt een beetje op de trolleybus. Ja, het lijkt inderdaad een beetje op de trolleybus. We halen de energie eraf en we stoppen het weer terug. Maar daarmee, tegenwoordig met alle renewables, zie je steeds meer fluctuaties op het net. Daar hebben de netbeheerders last van. En dit is een van de mogelijkheden waarop dat probleem zeg maar verholpen kan worden. Enschede wil dat in 2030 12% van het totaal aantal verbruikte energie in de stad duurzaam wordt opgewekt. Met windmolens, zonnepanelen of uit biomassa. Op dit moment is het aantal nog maar 6%. Er moet dus nog veel gebeuren om die 12% te bereiken. Enschede zet dus in op windmolens en zonnepanelen. Verspreid over de stad zijn er wel 28 windmolens nodig, of meer dan 350.000 zonnepanelen. Er zijn 5 scenario's door de gemeente uitgetekend. Wat dacht je van een windmolen hier in het Ledenboerpark? Plek zat. Maar dat gaat natuurlijk niet. Een windmolen moet op meer dan 400 meter afstand van woningen staan. Sowieso is het noordelijke deel van Enschede niet geschikt voor een windmolen, omdat de luchthaven in de weg zit. En ook hoogspanningslijnen gooien roet in het eten. Er is dus maar een klein deel van Enschede wel geschikt voor een windmolen. Maar gek genoeg hier, midden op de campus, mag er wel eentje komen. Of dacht je van een windmolen midden in het Rutbeek? Dat zou volgens de gemeente over een paar jaar zomaar kunnen gebeuren. Gewoon hier in deze plas. Zo zou dat eruit komen te zien. Of wat dacht je van een klein windmolenpark in het buitengebied met meerdere windmolens. Zoals hier aan de rand van het Aamsveen. Zo kan het uitzicht dan worden in ons buitengebied. Het duurt misschien nog wel even voordat het zover is. Maar de gemeente wil Enschede nu al laten meedenken over waar windmolens en zonnepanelen moeten komen. Al 34 jaar wordt er in Bonenbroek jaarlijks een autocross georganiseerd. Elk jaar wordt het groter, maar het wordt ook steeds moeilijker om grondeigenaren bereid te vinden die hun terrein beschikbaar willen stellen. Vandaag wordt hier een cross-evenement gereden. We hebben een 7-tal klasses hier. Die autocross die bestaat al hier in Bonnebroek al een 33 jaar. Het kost verschrikkelijk veel energie. Je begint in december al te organiseren om ergens in de loop van het jaar een wedstrijd te organiseren. Je moet heel veel mensen mobiliseren, naar de grondeigenaren. Ja, we zijn vroeger begonnen met een zwarte cross. En dat houdt in de plaatselijke jongens die een oud autootje umturnen naar een crossauto. Een paal erin, crossbandjes erop. En dan ging het met geweld over de baan tegen elkaar aan. En leuk, voor de leek is het fantastisch mooi. Maar door de vereniging, in de lijnverwachting, werd alles naar een hoger niveau geteld. Ook qua veiligheid en toestand. Dat ging niet meer, qua verzekering kon je niet meer rondzetten. Dus alles is wat naar een hoger niveau geteld. En dat houdt in meer aandacht, meer werk, meer kosten, meer mensen die meepraten. Het is niet meer de plaatselijke gebeuren, het is een
ja, toch een landelijk gebeurende eenheid. Bonnebroek is behoorlijk bekend in de crosswereld. We hebben een tweetal NK's kunnen organiseren. We hebben de mogelijkheid toe gehad. We hadden een groot perceel waar dat mogelijk was. We zullen nog steeds graag nog een keer doen, maar het zit nog vast op grond. Je moet al gauw 15 hectare hebben om zo'n wedstrijd te kunnen organiseren. Dus en dat is op het moment niet aan de orde. Wij hopen nog altijd bij de gemeente Almelo om daar nog een mogelijkheid te krijgen op het RBT. Daar liggen een boel grond. Als het neus in dezelfde kant afwijzen, zullen we een geweldig iets mooi in Bonnebroek en Almelo kunnen neerzetten. En dan zijn we toebereid. Wij hebben een stichting en een bestuurtje bestaat uit 8 personen. Daarnaast zit een hele groep mensen die losvast meehelpen. Dan hebben we een groep mensen van een 80 personen op de dag zelf. Die ons helpen tegen het andere spandiensten. En ook de baanposten en de hele toestand, de catering, alles wat er rondom en gebeuren moet. Nou, die mensen die helpen de hele dag. En de zaterdag ervoor zijn een aantal vrijwilligers voor de opbouw van de baan. En dan vooral de loonwerkers, de grondeigenaar. Ik kan ja, al die mensen geweldig bedanken. Eind oktober is het in Haaksbergen tijd voor de traditionele najaarsstoomdag. Er wordt dan volgens een uitgebreide dienstregeling gereden met meerdere stoom- en dieseltreinen tussen Haaksbergen en Boekelo. De najaarsstoomdag bij de NWS, waarom? Het is een jaarlijks terugkerend feestje van alle vrijwilligers van de NWS om alles wat we hebben te laten rijden. En daarmee het publiek blij te maken. Wat laten jullie zien vandaag? We laten de stoomtreinen zien, we laten de dieseltreinen zien, maar we hebben ook nog randgebeuren. Dus kleine stoom hier in Haaksbergen, modelbanen in Boekelo en we proberen er dus echt een familieuitje van te maken. Dit is de laatste dag dat men met de trein kan? Nee, volgende week zondag is het echt de laatste dag. Dus het is voor degene die vandaag niet is geweest, die kan volgende week nog een keer. En dan is het pas weer Pasen volgend jaar. Volgend jaar 50 jaar NWS, wat staat er dan op het programma? Er staat min of meer hetzelfde op het programma, maar we krijgen waarschijnlijk een twee locomotieven elders uit het land, waaronder de Bello. Dus dan wordt het echt, alles krijgt een gouden randje, om het even zo te noemen. Hoeveel mensen zijn hier vandaag aanwezig? Aan het personeel is hier nou zo'n 50 man aanwezig en we hopen de bezoekers dat die meer dan 1000 zijn. Dus het ziet er wel naar uit dat we dat houden. Lekker 2017 heeft de Lekker Top 100 bekendgemaakt. Hotel, restaurant Het Lansink uit Hengelo komt dit jaar nieuw binnen en meteen al op plek 65. En dat smaakt naar meer. Het is feest aan de CT Storkstraat in Hengelo. Hotel, restaurant Het Lansink is de hoogste binnenkomer van de Lekker Top 100. Vanochtend vroeg toen ik wakker werd, zag ik een pop-upje op mijn telefoon via Twitter dat wij de plek 65 hebben toegekend gekregen. Dat is uiteindelijk een mooie waardering voor bijna 5 jaar hard werken wat we hebben gekregen. We hebben natuurlijk in 2013 al de Michelinster gehaald. En in Nederland zijn er een aantal toonaangevende culinaire gidsen. En de Lekker 500 is daar de één van. En dat we dan op stip op nummer 65 nu binnenkomen, dat is voor ons en zeker ook voor de medewerkers hier een fantastisch verhaal.
Binnenkort komen er nog twee belangrijke culinaire ranglijsten aan. De Gourmillot en de Michelin. De laatste is voor de horecaondernemers het belangrijkste. Nou, we hopen natuurlijk de Michelin-sterren te behouden voor dit jaar en de komende jaren. We doen daar ons best voor om met de medewerkers de continue kwaliteit te leveren. En de andere gidsen, ja, het komt je toe. En zoals dit ook, het komt ons toe en het overvalt ons zelfs al een beetje. En daar zijn we heel erg blij mee. Maar uiteindelijk doen we het voor de gasten die elke dag weer komen. En dat dan door die gidsen uiteindelijk ook zien, dat is waar we met Twente heel erg mee bezig zijn. En we zijn in Twente bezig met het opzetten van een soort van samenwerkingsverband met Twentse culinaire restaurants. We gaan aanstaande vrijdag 28 oktober een mooi diner organiseren in de Grote Kerk in Enschede. Dat doen we met de 12 toprestaurants van Twente. Dus we zijn echt bezig om ons gezicht ook in het westen van het land te laten zien. Aan de Lonnekebrugstraat in Enschede staat het Poezenhotel Beparode. De 70-jarige eigenaresse Paulette vangt dieren op die nergens terecht kunnen, zoals parkieten, slangen en egels. De wilddierenopvang bij Poezenhotel Beparode is al sinds jaar en dag een toevluchtsoord voor diverse soorten dieren. Paulette Baken doet het al jaren vrijwillig. Als er dus wilddieren binnenkomen via de ambulances of via particulieren, dan komen ze als eerste even hier. En dan gaan we ze even op de behandeltafel, kijken we er eerst even na en dan worden ze eventueel medisch behandeld wat gedaan moet worden. Dit is dus het pension, dat zijn gewoon betaalde gasten die op dit moment hier allemaal zitten. En het kan allemaal mooi bij elkaar, want alles is natuurlijk gecastreerd, alles is goed geënt. En ze spelen netjes met elkaar, dus het gaat helemaal prima. Maar we hebben ook aparte units allemaal, waar dieren apart weer op worden gevangen. Hele handvol baby. En dan heb ik geluk. Mama die had eigenlijk een tik van een fiets gekregen. En toen hadden ze vlak in de buurt, daar staat haar nest. Dus we hebben gelukkig nou, hier zit nog een heel klein, hier is een achterblijvertje. Dit is ook een groot probleem altijd, de slangen. Mensen zijn zo onverantwoord om altijd maar dieren te nemen en dan waar ze dus niet voor kunnen zorgen. Helemaal zoals die slangen. En laten we het al helemaal niet hebben over al die papegaai die zielig ergens zitten te verkommeren in een kooi. Deze die is gepakt door een kat. Duiven zijn slim, hè? Die laten onmiddellijk dan hun eigen veren los. Dus dan heeft zo'n kat misschien een mond vol met een bek vol met veren, maar dan heeft het beest tenminste niks. Een grote kennis van het dierenrijk. Maar wat gebeurt er met deze kennis als Paulette te oud is of niet meer genoeg geld heeft voor de vrijwillige opvang? Kan het verkocht worden? Kan het overgenomen worden? Ja, dat is wat maak ik me wel heel erg zorgen over. Want ik zou nog heel graag natuurlijk mijn kennis en alles overdragen aan een instelling of een organisatie of mensen die dus dit willen voortzetten. Dat zou ik natuurlijk, dat is mijn liefste wens natuurlijk. Elke werkdag vanaf 7 uur in de ochtend is 1 Twente Radio te beluisteren. Dat kan via je eigen lokale omroep. Niet alleen leuke muziek is er te horen, maar ook word je op de hoogte gehouden van het laatste nieuws uit Twente en uit je eigen gemeente. We zijn aan het einde gekomen van Twente Breed voor deze week. Dank voor het kijken en graag tot volgende week.